En ik wil beginnen met het voorleggen van een situatie die zich begin februari in de Tweede Kamer voordeed. De leider van Forum voor Democratie, Baudet, luidde plotseling de noodklok omdat er iets afspeelde in een Roemeense cel. Er zou volgens Baudet namelijk een zogenaamde crypto-FVD'er zonder enige vorm van aanklacht zijn vastgezet in Roemenië. En FVD diende daarom een motie in. Waarin hij opkwam voor deze crypto-FVD'er en die de partij beschreef als een moedige medecriticus van de Matrix. Wie was dit en waar maakte Baudet zich nou zo'n zorgen over? Hij had het natuurlijk over Andrew Tate. Tate is een Brits-Amerikaanse persoon met een achtergrond als kickbokser. En in 2022 werd hij eigenlijk binnen no time een van de meest populaire gezichten van het internet. Hij gaf korte clips en monologen op YouTube en TikTok en Instagram en bereikte zo miljoenen mensen. En hij werd in korte tijd de meest gegoogelde persoon van de wereld. En het is niet zonder reden dat deze Tate ook gigantisch populair is bij de aanhang van Forum. En andere extreemrechtse personen, want zijn boodschap sluit namelijk heel goed aan bij hun politiek. In zijn filmpjes verspreidt Tate een boodschap die extreem seksistisch en antifeministisch is en doordrenkt van allerlei xenofome complottheorieën. Dus genoeg reden voor iemand als Baudet om hem als zielsverwant te beschouwen. Nou, en enkele maanden geleden, in februari, is wat er gebeurde, is hij werd gearresteerd op de aanklacht van verkrachting, menshandel, specifiek de handel in vrouwen. Eigenlijk precies de dingen waarover Tate in zijn korte clips op het internet eigenlijk keer op keer opschepte. En politieoptreden had Tate zelf niet zo snel voorzien, want ooit liet hij weten juist naar Roemenië te zijn verhuisd omdat de wetgeving omtrent verkrachting minder streng zou zijn. Zij voelde zich zo zeker van zijn zaak dat hij in verschillende video's uiteenzette hoe je vrouwen kan groomen, uitbuiten. En nogmaals, het gaat hier dus om een van de meest populaire personen op het internet. Goed, ik wilde deze beginnen eigenlijk met dit voorbeeld, omdat het denk ik laat zien hoe deze online extreemrechtse en seksistische retoriek niet beperkt blijft tot het internet, maar daadwerkelijk ook in verband staat met parlementaire, politieke partijen en organisaties. Tate en mensen als hij ook dus niet schuwen om daad bij zijn haatvolle woorden te voegen. Tate is in hierin niet uniek. Hij is de zoveelste in een rij mannen met misogene, queerfobe boodschap die een groot publiek vindt op het internet. Jullie kennen vast wel namen als Jordan Peterson, een influencer en seksist die in 2017-18 met name bekendheid won rond zijn transfobe ideeën. En een groot gevolg heeft onder met name jonge witte cis-mannen. Individuele seksisten als Tate en Peterson staan niet op zichzelf. Ze vertegenwoordigen een bepaald misogyn wereldbeeld en spelen daarin in op hun online publiek. Dus ik ga het ook verder niet hebben specifiek over deze figuren. Maar ik wil het in deze inleiding hebben eigenlijk over dat wereldbeeld wat zij vertegenwoordigen en hun publiek. En hoe dit wereldbeeld overlapt eigenlijk met de fascistische ideologie. En hoe fascisme, seksisme, witte superioriteit en LHBTQ-haat eigenlijk hand in hand gaan. En dan eindig ik eigenlijk met een opzet voor de discussie over hoe dit in de praktijk tot uiting komt. En hopelijk wat we daartegen kunnen gaan doen. Goed. Allereerst begin ik met eigenlijk een hele korte achtergrond van de opkomst van dit soort content op het internet. Ik denk, je ziet eigenlijk omstreeks 2010 zie je het eigenlijk een opkomst van al dit soort antifeministische, queerfoben en in brede zin extreem rechtse gemeenschappen op het internet. En die wildgroei aan extreemrechtse content gebeurt eigenlijk in een tijd waarin extreemrechtse politiek wereldwijd ook in een opmars is. Die opmars is al ruim twee decennia gaande en is in een stroomversnelling gekomen na de economische crisis van 2017-2011 en eigenlijk opnieuw met de COVID en economische crisis van de afgelopen jaren. En gisteren, voor wie erbij was in de meeting over antifascisme, bespraken we al hoe kapitalisme en de keer op keer terugkerende crisis die daar inherent aan zijn, eigenlijk een voedingsbodem vormen voor fascistisch gedachtegoed. In Griekenland zagen we bijvoorbeeld de neonazistische Gouden Dageraad groeien tot de twee na grootste parlementaire partij. In Nederland gingen honderdduizenden mensen eerst voor Fortuin en later PVV en FVD naar de stembus.
In Brazilië heeft Bolsonaro nog steeds een grote aanhang. En in de VS nou ja, hebben we natuurlijk die ultra-reactionaire Tea Party-beweging zien vormen, die uiteindelijk de achterbannen van Trump vormde. En wat weer dan de ruimte gaf aan die neonazistische, echt meer straatgroepen zoals de Proud Boys, die de afgelopen jaren zijn opgekomen. En die opkomst van extreemrechts vond dus ook plaats op het internet. Het maakt gebruik van online platforms, YouTube, Twitter, Reddit en Facebook en meer recentelijk ook TikTok, om deze ideologieën in een breed publiek te verspreiden en nieuwe aanhangers te werven. En het zijn dan individuele influencers als Tate en Peterson, die met hun ideeën aan populariteit winnen. Maar je ziet ook soms dat echt bewegingen en zelfs op straat organiserende fascistische knokploegen eigenlijk online content produceren. Bijvoorbeeld in Europa heb je de identitaire beweging die regelmatig filmpjes over hun intimiderende acties online plaatsen. En je ziet eigenlijk dat die achterban van deze verschillende groepen steeds meer met elkaar verwoven raken. En ja, dat ecosysteem, eigenlijk dat online ecosysteem van extreem rechts, met als hoofdfocus eigenlijk het seksisme, heeft de naam manosfeer gekregen. Dus een term die gebruikt wordt om een cluster van vrouwenhaatnetwerken te beschrijven eigenlijk. Die ook gepaard gaat met queerhaat, transfobie en racisme. En daarbinnen bestaan allemaal substromingjes die op cosmetisch niveau van elkaar verschillen, maar dat is zeg maar het centrale thema. En het groeit aan populariteit in de afgelopen 10 jaar. Groeit het zowel in aantallen, maar wordt het ook steeds extremer in gedachtegoed. En nou ja, zoals ik zei, centraal in die manosfeer staan antifeminisme en zogenaamd gender-essentialisme. Dus de opvatting dat er strikt gescheiden hokjes bestaan van mannen en vrouwen en dat deze biologisch en sociaal gezien wezenlijk van elkaar verschillen. Dat die verschillen onoverbrugbaar zijn en dat er een natuurlijke hiërarchie zou bestaan met natuurlijk de cisman bovenaan die hiërarchie. En even voor de duidelijkheid, gender is een sociaal construct en ook seksen bestaat op een spectrum. Intersexe personen bestaan, vormen 1% van de bevolking, 1 op de 100 mensen. En hoewel er inderdaad zoiets is als mannen en vrouwen, zijn de verschillen en variatie binnen die categorieën eigenlijk zoveel groter dan de verschillen tussen die groepen, dat essentialistische binaire denken over gender echt geen logica heeft. Maar ik denk dat het iets is wat waar in deze zaal niet al te veel aan getwijfeld wordt. Goed, nou ja, jonge mannen met name komen in aanraking met deze manosfeer vaak per toeval of niet per se op zoek naar een politieke ideologie, maar meer naar informatie over bijvoorbeeld geld verdienen of fitness of advies over depressie, eenzaamheid en andere persoonlijke problemen als onzekerheid en eenzaamheid. En de oplossingen of de content die als antwoord vanuit de manosfeer wordt geboden, baseert zich dus op dit antifeminisme en geven jongeren de boodschap dat een man fysiek fit hoort te zijn bijvoorbeeld, wat behalve seksistisch ook natuurlijk vetfobisch en ableist is. Je moet je volgedragen als een alfaman, want anders ben je minder waardig. En het is de emancipatie van vrouwen die ervoor zorgt dat jij als heteroman geen relatie kan krijgen. En als je dat wel wil, dan moet je eigenlijk vrouwen manipuleren en controleren. Ja, jonge beïnvloedbare jongens komen dan in sociale media vaak terecht, waarin ze eigenlijk overspoeld raken met deze retoriek. En met deze leugens proberen extreemrechtse bewegingen en ideologieën potentiële achterban van gefrustreerde jonge mannen aan te boren. Die niet ergens anders een ander geluid horen. En misschien is het goed om te zeggen dat deze emoties van angst en vervreemding en woede die bij veel van de volgers van Tate en Peterson en andere seksisten leven, ja, wel een basis hebben in werkelijk bestaande crisis. Natuurlijk niet die zogenaamde crisis van mannelijkheid waar Peterson en Tate het over hebben, maar crisis en onzekerheden het kapitalisme eigenlijk stelselmatig produceert, zoals torenhoge inflatie, klimaatcrisis, woningnood, pandemie, lage lonen, etc. En in de afwezigheid van een links narratief
Met het verhaal die de oorzaken van deze vervreemding en frustratie en woede plaatsen in een anticapitalistisch narratief, maken misogene mannen dus gebruik van deze onzekerheden. En buiken ze het af in een seksistische richting. Even kijken, hoe zit ik met de tijd? Oké. Okay. 10 minuten. Oké. Oké. Okay. Goed. De troost die deze vrouwenhaters eigenlijk bieden aan hun onzekere, zoekende achterban, is dat ze wijs maken dat je jezelf volledig kan losmaken van alle maatschappelijke problemen. En daar gaat dus eigenlijk ook een heel neoliberale logica van uit. Zo zegt Tate bijvoorbeeld, een quote in het Engels, depression isn't real. If you feel sad, move on. You always will be depressed if your life is depressing. Change it. Ja, en dit is dus een complete illusie over de maakbaarheid van sociaal en economisch succes en de materiële werkelijkheid van mensen wordt compleet genegeerd. Dus daar wil ik zeggen dat ook voor mannen zelf dit antifeministische retoriek eigenlijk rampzalig is. Met als kanttekening dat die schadelijke praktische gevolgen ervan natuurlijk niet in verhouding staan naar het geweld van tegen transpersonen en de aanval op vrouwelijke autonomie. Maar wel dat de boodschap van Tate en Peterson het volgen van een neoliberale logica is, waarin plezier en succes alleen in geld uit te drukken is en lijden eigenlijk altijd alleen aan jezelf aan te rekenen is. En dit soort ideeën zijn dus ook heel erg schadelijk voor mannen en de contacten die zij aan willen gaan en hoe zij om kunnen gaan met hun eigen emoties. En het verder opkroppen van die emoties zal logischerwijs dus eigenlijk alleen maar leiden tot meer mentale problematiek, denk ik, en gevoelens van isolatie en vervreemding. Wat dan weer een voeding voort voor meer misogyn en racistisch en transfoob geweld. En dit geweld, het geweld naar vrouwen door deze retoriek, het geweld dat vrouwen door deze retoriek wordt aangedaan, is nog van veel extremere aard, denk ik. Cijfers van de WHO laten zien dat we leven in een wereld waar een reelweg een derde van de vrouwen slachtoffer is geweest van fysiek en of specifiek seksueel geweld. Feminicide, het vermoorden van vrouwen om hun vrouw zijn, blijft een groot probleem. Wereldwijd wordt elk uur 5 vrouwen vermoord om hun vrouw zijn dus. In Nederland is dat ongeveer 1 keer per week. En specifiek voor transvrouwen neemt het nog veel extremere vormen aan. Daar zal ik later nog wat verder op ingaan. Maar het mag duidelijk zijn dat mensen als Tate en Peterson bijdragen aan een klimaat waarin zulke geweld zich blijft voordoen. Goed. Deze aanval op feminisme en vrouwenrechten past naadloos in een bredere extreemrechtse ideologie en gaat daarom ook hand in hand met extreemrechtse politieke organisaties zoals FVD, Identitair Verzet, Proud Boys, et cetera. Fascistische bewegingen hebben in de afgelopen 100 jaar altijd een strikt binaire en beklemmend ideaalbeeld van wat mannen en wat vrouwen zijn verspreid. Mannen als krachtige soldaten, leiders, kostwinners en vrouwen worden afgeschilderd als dienende moeders die een leven hebben wat zich beperkt tot kerk, keuken en kinderen en ondergeschikt zijn aan de wil van de man. En dit heeft een reden. Deze strikte rolverdeling promoot de fascisten niet voor niets, want voor fascisten is bevolkingspolitiek een centraal thema. Ze leggen maatschappelijke problemen uit in verband met de situatie waar een zogenaamd volk, ras of cultuur zich begint. En de wereld is volgens fascisten in te delen in dit soort categorieën, van strikt van elkaar te onderscheiden rassen, die ook nog eens hiërarchisch te rangschikken zijn. De ene meer superieur, de andere meer inferieur. En hoe die hiërarchie eruit ziet, hangt natuurlijk af van of je met een Nederlandse of een Italiaanse of bijvoorbeeld een Japanse fascist spreekt. Maar als een superieur ras raciaal puur en dus in harmonie is, zou dit prima zich uiten in stabiliteit en zogenaamde grootse daden. Dat is een beetje het wereldbeeld van fascisten. Maar volgens fascisten kan deze natuurlijke inherente superioriteit van een bepaald volk wel in het geding komen
Zodra dit volk wordt verdund, dus hele grote aanhalingstekens, met gemengde huwelijken of immigratie, of nou ja, zoals in de woorden van Baudet, de homeopathische verdunning van het witte ras. En die schijndreiging van raciaal verval is precies waar fascistische bewegingen eigenlijk in welk tijdsgewricht dan ook voor waarschuwen, met nou ja, Nazi-Duitsland als meest uitgesproken voorbeeld. En in werkelijkheid vormt het bestaan van migratie en interculturele huwelijken en kinderen natuurlijk een bedreiging voor fascisten, niet omdat het de maatschappij ontwricht, maar omdat het eigenlijk de onhoudbaarheid van hun racistische retoriek en bevolkingspolitiek blootlegt. Nou, een beetje vergelijkbaar op de manier waarop tijdens apartheid in Zuid-Afrika gemengde kinderen eigenlijk niet mochten bestaan, omdat het fundament van de samenleving en raciale superioriteit bevraagt. Goed, nu als je dat fundament van bevolkingspolitiek van het fascisme begrijpt, snap je ook hun noodzaak om de seksualiteit en zelfbeschikking en genderrollen te controleren. Want alleen door middel van raszuiverheid, weer dus hele grote aanhalingstekens, en een constante eigenlijk reproductie van witte mensen, kan de bedreiging van omvolking worden afgeslagen. En ja, over die reproductie wil ik nog wat verder toelichten. Ik denk dat veel mensen het concept misschien wel kennen vanuit analyses van het kapitalisme, waarin het kerngezin eigenlijk een pilaar is van de samenleving. Vrouwen worden daarbinnen belast met het onbetaalde zorgwerk. En daarmee met de productie en reproductie eigenlijk van arbeiders. Dus kinderen baren, voeden, kleden, laten opgroeien tot nieuwe arbeidskracht. En binnen het fascisme gaat het eigenlijk niet alleen om de fysieke reproductie van nieuwe arbeidskracht, maar ook die van eigenlijk witte kinderen en om de ideologische reproductie van de, tussen aanhalingstekens, witte cultuur en idealen van het fascisme. Met als voorbeeld in Nazi-Duitsland werd dit gerealiseerd onder de leus, ik ga het proberen in het Duits uit te spreken, nur Kinder, Küchen en Kirche. Dus alleen kinderen, keuken en kerk. Dat was de rol van de vrouw. Goed, nou, voor vrouwelijke autonomie is binnen Nazi-Duitsland en die fasciste ideologie in het algemeen natuurlijk geen ruimte. Dus de witte cis-vrouw wordt gereduceerd tot een soort broedmachine. En reproductieve rechten, zoals toegang tot abortus, passen duidelijk niet binnen ideologie. Maar dat narratief geldt natuurlijk niet voor iedereen. Mensen die niet passen binnen de soort van eugenetische norm van fascisten, zoals mensen met een fysieke of cognitieve handicap of beperking, krijgen eigenlijk systematisch te maken met gedwongen sterilisatie. Dus het fascistische pleidooi voor raszuivere nakomelingen gaat dus altijd eigenlijk hand in hand met die eugenetica. En andere vormen van bevolkingspolitiek. Fascisten schrijven niet alleen voor wie er kinderen zouden, voor kinderen zouden moeten zorgen, maar wie er ook geen recht heeft op het krijgen van die kinderen. Of überhaupt geen bestaansrecht heeft. En deze bevolkingspolitiek behoort niet alleen tot een duister verleden in Nazi-Duitsland. Zoals ik zei, nou, Baudet refereert hier ook specifiek naar in Nederland. Orbán in Hongarije geeft belastingvoordelen aan echte Hongaarse vrouwen die 4 of meer kinderen krijgen, terwijl Roma-gemeenschappen extreem worden gediscrimineerd. En in de VS zagen we natuurlijk Roe vs. Wade worden teruggedraaid. En ligt ook de LGBTQI+ gemeenschap en bijzonder de transgemeenschap onder vuur. Nou, ik ga iets verder in op die LGBTQI+ gemeenschap. Want het bestaan van LHBTQI+, identiteit of queer identiteiten, vormen ook een bedreiging voor de hegemonie van raciale superioriteit en de bijbehorende controle van met name vrouwelijke seksualiteit en gendernormen van het fascisme. Queer personen en hun bestaan dagen deze ideologie eigenlijk uit, omdat ze buiten die gender- of heteronormatieve normen vallen als persoon of gemeenschappen. Even kijken hoor. Yes. Ja, en ook dit zien we terug in de geschiedenis. Hè? In Nazi-Duitsland met de vervolging van een internering, uitmoording van homoseksuele mannen. Met in ieder geval 50.000
doden tot gevolg. En een tekenend voorbeeld vind ik altijd de boekverbranding van boeken van het ver op zijn tijd vooruitlopend Instituut voor Seksualiteitswetenschappen van Magnus Hirschfeld in Duitsland. Hij was een homoseksuele Joodse man en arts die door Hitler de meest gevaarlijke Jood werd genoemd. En dat is eigenlijk een extreme uiting van de gender-essentialistische retoriek. Waar we het over hadden en waarin seksen en genderrollen strikt binair worden gezien en alles wat ervan afwijkt als gevaar wordt beschouwd. Ik heb tot nu toe geprobeerd de achterliggende ideologie in kaart te brengen van hoe misogynie, queerfobe praatjes van mensen als Tate en Peterson eigenlijk passen in een extreem rechts- en fascistisch wereldbeeld. Een wereldbeeld waarin vrouwelijke seksualiteit en genderrollen moeten worden gecontroleerd en queer identiteiten uitgewist en onzichtbaar gemaakt, allemaal ter bescherming en voorzetting van een ideologie van raciale superioriteit. Dus we hebben het eigenlijk gehad over seksisme, queerfobie, racisme. Maar ik denk het ook dat het belangrijk is om het te hebben over hoe deze aspecten samenkomen in personen met meerdere gemarginaliseerde identiteiten. Dus bijvoorbeeld vrouwen van kleur of queer personen van kleur. Want gendernormen en daarmee ook queerfobie zijn in sterke mate geracialiseerd. Waar witte gender- en seksualiteitsnormen de reproductie van witte mensen en het bevestigen van deze witte superioriteit als doel hebben. Maar historisch hebben witte machthebbers de seksualiteit van mensen van kleur op een heel andere manier getracht te controleren. En dit komt natuurlijk in grote mate voort uit het koloniale verleden en de slavernij. En werkt eigenlijk door in het racisme van het hedendaagse kapitalistische samenleving. En het uitzicht in de beeldvorming bijvoorbeeld van zwarte mannen als gewelddadig en gevaarlijk. En tegelijkertijd kinderlijk. En de beeldvorming van zwarte vrouwen als extreem sensueel. En ook als het gaat om non-binaire gendersystemen. Heeft het kolonialisme en witte superioriteit een onderdrukkende rol gespeeld in gekoloniseerde landen. Er zijn tal van voorbeelden van pre-koloniale samenlevingen waarin seksualiteit buiten de heteronorm en het binaire gendernorm denken. En vaak erkende en respectabele plekken innamen. Zoals de moesje van de Chapultepec in Centraal-Amerika, Two Spirits in inheemse samenlevingen in Noord-Amerika, Bakla in de Filipijnen, de Hydra in India, om maar een paar te noemen. En koloniale machten criminaliseerden deze groepen als onderdeel eigenlijk van het controleren en bezetten van de bevolking. En daar hebben de LBTI-mensen en gemeenschappen in deze landen nog altijd last van. En ik denk dat dit belangrijk is voor het begrijpen van hoe eigenlijk de vilificatie van die we nu bijvoorbeeld zien van transvrouwen. Transvrouwen van kleur disproportioneel raakt. En het gevaar dat zij lopen op het worden van een slachtoffer van seksueel geweld wordt genegeerd. Dus dat als side note. In de resterende tijd wil ik eigenlijk ingaan op hoe de afgelopen jaren dit wereldbeeld en als we het net hebben beschreven, heb zich vertaald naar eigenlijk de politieke interventies vanuit extreemrechtse partijen en organisaties. En ik wil met name focussen op de aanval op transgemeenschappen. Ik denk dat het waardevol is om hierop te focussen, omdat transgemeenschappen op het moment internationaal echt onder vuur staan. Vanuit extreemrechts wordt LGBTI en in het bijzonder eigenlijk transfobie eigenlijk door middel van systematisch aangepakte desinformatie ingezet als een middel van mobilisatie. En ze krijgen hier een ruggensteun van christenfundamentalisten en zogenaamde TERFs, Trans-Exclusionary Radical Feminists, waar overigens niks feministisch aan is. En in het publieke debat en in de media, bijvoorbeeld in Nederland... worden deze standpunten eigenlijk zonder echt kritische bevraging gereproduceerd.
om wat context te geven, in de VS liggen er op dit moment 450 anti-LHBT-wetsvoorstellen, waarvan 130 over het inperken en verbieden van genderbevestigende zorg. Ziekenhuizen die deze zorg bieden, worden bedreigd met bommeldingen en halen de informatie over transzorg van hun website af. En het gaat verder. We zien ook wetsvoorstellen die het eigenlijk praktisch criminaliseren voor trans mensen om te bestaan in de publieke ruimte. Maar internationaal zien we ook bijvoorbeeld in de UK, in Polen, Hongarije en Rusland eigenlijk al jaren een toenemende terugdraaiing eigenlijk van de verworvenheden en rechten. Van de verworven rechten en de criminalisering van LHBTI+ personen. En de gevolgen hiervan op de levens van trans mensen zijn niet te onderschatten. Antifeministische en transfobe retoriek blijft dus niet slechts bij retoriek, maar krijgt op allerlei manieren uiting in het dagelijks leven en in de politiek. De realiteit waarin trans mensen leven ligt er niet om. Nu al krijgt 43% van de transpersonen in Nederland jaarlijks te maken met geweld. Discriminatie op de werkvloer is een groot probleem. Werkloosheid onder transpersonen is daarom ook hoog, bijna 40%. Trans mensen leven daarom ook vaker in armoede. En hierdoor is ook een overrepresentatie van transpersonen in beroepen zoals sekswerk. En van zij die wel werken is ongeveer de helft niet open over hun identiteit op hun werkplek. En dit om ook maar even duidelijk te maken dat klassenstrijd en strijd op de werkvloer ook hand in hand zou moeten gaan met die voor transrechten. En die cijfers die ik net noemde gaan over Nederland. In de Amerika's, dus Latijns-Amerika en Noord-Amerika samen, wordt dit gekarakteriseerd door een extreme statistiek die ik met jullie wil delen. Dat de gemiddelde levensverwachting van een transvrouw tussen de 30 en 35 jaar is. Nou ja, dat is de realiteit waar we in leven. Goed, dan komen we bij de vraag hoe nu verder. En ik hoop dat we daar in discussie met elkaar verder over kunnen hebben. Een korte aanzet die ik alvast wil geven. Ik denk dat centraal moet staan is solidariteit. Er is die bekende quote over het fascisme. Eerst kwamen ze voor de communisten, maar ik was geen communist, dus ik zei niks. Daarna kwamen ze voor de homoseksuelen, maar ik was geen homoseksueel, dus ik zei niks. Enzovoort. Ik denk jullie allebei kent, maar ik denk dat die quote enerzijds het belang, maar ook de potentie laat zien van solidariteit. Namelijk dat al deze onderdrukte of gemarginaliseerde groepen samen een grote meerderheid vormen. Dus iedereen die belang heeft bij antifascisme bij elkaar, zijn een veel grotere meerderheid. Goed, en in de praktijk moet dit denk ik uiting krijgen in ons antifascistische werk. Zoals we dat bijvoorbeeld zien in Amsterdam met platforms als Mokum tegen fascisme. Ik denk velen van jullie wel bekend. Een organisatie die breed probeert te mobiliseren. En elke keer eigenlijk op straat staat als fascisten het wagen hun gezicht te laten zien. Ik wil nog even kort hun recente succes benoemen. Van de tegendemonstratie tegen fascisten en nazi-partijen en de FVD. Die laatst in Rotterdam wilde protesteren bij een voorleesmiddag bij een bibliotheek van een drag queen. Of drag queens. En daar werden 50 nazi's eigenlijk de mond gesnoerd door een breed tegenprotest van 500 tegendemonstranten. Van onder andere Mokum tegen fascisme. En ik denk dat dat een heel inspirerend voorbeeld is. Waar we meer van moeten zien. En ik denk, om breed te mobiliseren, blijft het essentieel om ook oog te houden voor die verschillende vormen van onderdrukking en marginalisatie, waarmee de groepen met wie we organiseren en willen samenwerken op basis van hun positie of identiteit mee te maken krijgen. Maar zonder natuurlijk daar ideologische concessies voor te doen. En ik denk, om dit te bereiken, moeten we de structurele wortels van de verschillende onderdrukking belichten, zoals ik heb geprobeerd in deze inleiding. En laten zien hoe de verschillende strijdterreinen van antiracisme, feminisme, LHBTQI-strijd en antifascisme eigenlijk aan elkaar verbonden zijn. En in die geest wil ik afsluiten met een quote van de legendarische Marsha P. Johnson, een zwarte vrouw, een transvrouw,
En een van de mensen in de frontlinie van de Stonewall Riots, die zei, no pride for some of us without liberation for all of us. Dat is denk ik het motto waarmee we de toekomst in moeten. Dank jullie wel.